In deze film maak ik de foto breder. Deze foto, de verhoudingen ken ik niet. Ik denk dat ze 4 bij 3 zijn. We zouden dat wel uit kunnen zoeken. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik wil deze foto in het formaat 16 breed en 9 hoog. En dat doe ik via de crop tool of het bijsnijdgereedschap. Dat vind je hier of met de sneltoets C. En hierbovenin kies je gewoon voor de verhouding 16-9 of je vult hem daarin. En je trekt een kader over de foto. Nou, als je hem loslaat, dan krijg je dit kader, maar dit is te klein. Wanneer je nu uitsnijdt, dan valt er een stukje aan de onderkant van de foto af. Maar daar heb ik geen zin in. Dus ik pak mijn hoekje verderop en ik sleep hem gewoon verder. En je ziet dat we nu dus gewoon een stuk buiten de foto hebben staan. En toch is dit waar ik even van uit ga. Als ik nu op Enter druk of hierboven op het vinkje, dan wordt de foto bijgesneden. En ik krijg een document in de verhouding 16 bij 9. En ik krijg daar dus twee witte stukken aan de zijkant bij. Nou, en die witte stukken aan de zijkant, die moeten eigenlijk ingevuld worden met stukken van de foto. En dat is relatief kinderlijk eenvoudig. Ik kan deze foto in twee delen splitsen. Ik heb bovenin de lucht en de achtergrond de bergen. En aan de andere kant heb ik ook te maken met de weg. De achtergrond zal vrij eenvoudig zijn. De weg, dat zal ik een heel eind moeten klonen. Nou, en wat ga ik als eerste doen? Ik ga als eerste een klein stukje selectie maken. Om hier aan de rechterkant dat witte in te vullen. En dat doe ik gewoon met de selectie tool. En ik selecteer een beetje een willekeurig stuk aan de rechterkant. Het stuk moet in ieder geval groter zijn dan de witte rand die je erbij hebt gekregen. En verder maakt het eigenlijk weinig uit. En ik zoom even in hier op de rand terwijl ik een selectie heb gemaakt. En door met de pijltjes toetsen naar rechts te drukken verplaats ik de selectie keurig naar de rand. En ik zoom weer uit. Vervolgens ga ik dit stuk kopiëren naar een nieuwe laag. En dat doe ik gewoon in één keer door te drukken op Ctrl J. En daarmee dupliceer ik mijn selectie. Als ik bijvoorbeeld de achtergrondlaag uitzet, dan zie je dat ik alleen dit stuk heb. Dus dat staat nu boven mijn foto en daarmee kan ik een stukje verder aan de slag gaan. Wat ik namelijk ga doen met dit stukje wat ik net gekopieerd heb, ik ga het spiegelen. En ik ga dat spiegelen met het transformatiegereedschap en dat vind je middels de combinatie Ctrl-T. En je ziet, er komt dan een kader omheen en er komen een aantal kleine vierkantjes omheen. En dat betekent dat ik in het transformatiegereedschap zit. Klik ik nu met rechts en kies ik voor horizontaal omdraaien. Dan wordt het keurig gespiegeld. En hierboven moet je even op het vinkje drukken. Of je drukt op Enter. En dan ga je weer terug naar gewoon Photoshop. En nu kan ik gewoon met het verplaatsgereedschap het stuk opschuiven. Net zolang totdat het op de rand staat. Dan ga je er ietsjes wat overheen. Dat maakt niet uit. Je kunt gewoon goed inzoomen. Druk op de V voor het verplaatsgereedschap. En zet het met de pijltjes gewoon netjes terug. En ik zoom weer uit. En dat stuk doe ik natuurlijk ook aan de linkerkant van de foto. Ik maak met de selectietool een selectie. Ik zorg dat die op de rand staat. Ik dupliceer het stuk met ctrl-J. En met ctrl 2 ga ik naar het transformatiegereedschap. Horizontaal draaien. En ik schuif hem op. en ik zet het netjes op zijn plaats. In principe is mijn foto al breder en het lijkt erop dat ik hier aan de rechterkant een witte streep heb. En dat is ook zo. Zo is hij beter. Ik heb nu al een aardige basis waar ik in principe mee uit de voeten zou kunnen. Alleen je ziet dat de weg dat daar natuurlijk gewoon niks van klopt. Deze weg loopt niet mooi door in perspectief. Dit lijkt eigenlijk meer alsof je midden op de kruising staat. Kan natuurlijk ook, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Laten we dat eerst eens op gaan lossen. Dus ik ga helemaal naar boven in de lagen en ik zet er een nieuwe laag bovenop. En wat ik eigenlijk ga doen, ik ga eigenlijk gewoon dit stuk weg doorklonen en ook de begroeiing aan de zijkant. En dat doe je met het kloongereedschap hier aan de linkerzijde of met sneltoets S. En ik kies hier een bronbestand en ik photoshop dat vrolijk verder. Hou er wel rekening mee dat de lijn natuurlijk dan ook mooi doorloopt. Maar dat is allemaal prima te doen. En ook de begroeiing kloon ik natuurlijk gewoon vrolijk door. Dat lijkt wel aardig zo. En dat moet ik natuurlijk ook gewoon aan de rechterkant doen. Op zich zouden we er een heel eind zijn. Alleen ik krijg te maken met iets waar ik niet zo graag op zit te wachten. We hebben natuurlijk een stuk gekopieerd en gespiegeld. Maar dat betekent dat je dat spiegelbeeld een beetje terug ziet in de achtergrond. In de voorgrond valt het wel mee, zeker nadat we het gekloond hebben. Maar bijvoorbeeld, deze berg is perfect symmetrisch. En ja, dat zou in de natuur eigenlijk gewoon zeker niet kunnen. Dus daar gaan we ook gewoon op ingrijpen. Ik ga om te beginnen eerst eens even deze paal weghalen. Want daar zit ik niet op te wachten. Maar ik moet dus deze berg aanpakken. Nou, in het midden zou dat gewoon heel eenvoudig zo kunnen. Maar ik ga hem ook een klein beetje verlengen. En ik gebruik nog steeds alleen maar het kloongereedschap. Nou, perfect is het nog niet. Dus ik ga gewoon nog wat met mijn kloongereedschap bijverzinnen. Laat ik het zo eens houden. En dat heb ik natuurlijk ook gewoon aan de linkerkant. Ik heb dat om te beginnen hier in de berg. Daar zit precies de naad. Kijk maar als ik hem uitzet. Nou, dat wordt gewoon natuurlijk gewoon doorgekopieerd. Dus ook hier ga ik gewoon met het kloongereedschap een klein beetje aan de slag in dat gebied. En ik verzin gewoon een stuk erbij. En ik pak gewoon ergens willekeurig stukjes berg. Om er zo voor te zorgen dat het gewoon iets nieuws wordt. Nou, de berg is zijn symmetrie wel kwijt en dat is goed. En ook in de lucht heb ik nog hetzelfde probleem. En daar ligt het er eigenlijk wel gewoon dik op. Nou, en dat is ook gewoon eenvoudig op te pakken. En dat is ook eenvoudig op te lossen door gewoon her en der willekeurige stukken wolk te pakken en toe te voegen. Of stukken blauw gewoon ergens tussen te zetten. En zo eenvoudig is het dus om een foto van dit formaat te veranderen naar dit formaat. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei! doei.